Ah, wij moeten op zulke momenten echt wat meer die bal veroveren. Dribbelt er weer eens wat helemaal doorheen. Zo, zet iemand even goed zijn lichaam in. Als je iets weet voor dat geld, laat je transfertips achter in de beschrijving voor deze carrière mode. En ik zal altijd naar jullie suggesties kijken. What up mensen, top dat jullie kijken naar een gloednieuwe FC 25 Ajax carrière mode. We gaan door, we gaan verder, we zijn net begonnen en ik heb alweer opnieuw moeten beginnen. Kleine update, ik had in de vorige aflevering, die eerste, had ik per ongeluk gestart met de valuta ponden. Waarmee we dan zouden betalen en dat zie je dan overal terugkomen. Ik wou gewoon met euro spelen en dan kan je alleen aan het begin instellen, ben ik achtergekomen. Dus ik heb opnieuw moeten beginnen. Verder is er eigenlijk niks veranderd. Ik heb gewoon mijn staf aangenomen, mijn coaches. Ik heb ook weer gegenpress tactiek. En ik heb de vrije spelers aangevuld op het verlanglijstje. Eigenlijk alles wat ik de vorige aflevering ook heb gedaan. Ik heb ook weer spelers te koop gezet. En er is verder dus eigenlijk niks veranderd. Op de doelstellingen na, daar ga ik toch even met jullie kort overheen. Nou, hier is bij de jeugd niet zo heel veel anders. Contracteer minimaal 3 spelers jonger als 20 jaar. Met een potentieel dat groter is dan de gemiddelde algemene beoordeling van de huidige spelers op dezelfde positie. Die is niet zo heel veel anders. En contracteer 2 spelers in je jeugdafdeling voor de positie van verdediger. Volgens mij hadden we die in de eerste aflevering ook. Naast bekendheid wordt het al wat anders. We moeten 12 wedstrijden zonder tegendoelpunten halen in de competitie en we moeten 3 spelers verkopen. Nou, op zich, die laatste die hadden we dus niet en die eerste was ook anders. Dat ging volgens mij om ongeslagen thuiswedstrijden. Dat is hier anders. Ja, spelers verkopen staat wel op het plan, dus dat gaat denk ik ook wel lukken. We moeten ook de spelersalarissen per week met 30.000 verlagen, zien we hier. En binnen 2 seizoenen 8 miljoen winst maken door jeugdspelers te verkopen. Nou, volgens mij hadden we die de vorige keer ook. We moeten de Eredivisie winnen en de halve finale halen in de Oranjebeker. En in de Europa League moeten we de kwartfinale halen. Dat zijn de doelstellingen nu. Zijn jullie daar in ieder geval van op de hoogte? In de jeugd hebben we wat minder spelers over, waardoor we nou geen jeugdtoernooi meer kunnen spelen. Ben ik achtergekomen bij Manchester United carrière, die ik ook ga starten, maar dat zien jullie snel. Ja, er waren gewoon minder goede jeugdspelers dit keer in de afdeling. Ik heb gewoon gekikt waar ik geen toekomst in zag en dit is er overgebleven. 3 spelertjes, we zien wel hoe ver ze gaan komen. En over jeugd gesproken, het wordt tijd om scouts in te gaan huren. Mede omdat we ook eerst gaan spelers verkopen voordat we mogen kopen en dan mogen we de winst, of in ieder geval het budget van die transfer mogen gebruiken om het team te versterken. Ajax zit in het echt krap met de financiële situatie en ik wil dat een beetje nabootsen. We moeten het dus veel hebben op jeugd en daar mogen we ons budget gewoon in gebruiken in scouts. En dan zien we hier al 5 star, 5 star. Dat gaan we gewoon aannemen, een Serviër. En dan pakken we als laatste deze 4 ster uit Oezbekistan. We halen ze overal vandaan, die scouts. Nou, de eigen scout die Ajax had was een 5 ster, 5 ster. Dus dat is mooi. Die gaan we gewoon in Nederland drukken. We gaan 6 maanden lang in Nederland scouten. En dan kan je hier de posities kiezen. Nou, het bestuur wil verdedigers zien. Dus dat is waar ik op ga scouten met deze Nederlander. Ik ga geen rollen kiezen. Ze mogen van mij gewoon puur specifiek op die positie scouten. En de rollen maken me niet uit. En is die scout ingezet. De 2 De scout ga ik in Brazilië zetten voor 6 maandjes. En die ga ik vooral op aanvallende posities laten scouten. Geen spits, het is de cam en de flanken. Ga maar op zoek naar leuke buitenspelertjes. Ook hier kies ik geen rol en we zetten hem neer. En dan de laatste scout, die ga ik zetten in België voor 3 maandjes. En die mag op spitsen gaan scouten, gewoon puur op spitsen. Nou, hebben we onze jeugdafdeling of in ieder geval onze jeugdstaf helemaal staan. En dan gaan we nou gewoon verder simuleren, kijken of we wat verkopen. Want ja, dat jeugdtoernooi kunnen we nou gewoon niet meer spelen. Nou, de transferactiviteit gaat beginnen hoor, want we hebben het eerste bod ontvangen. Het is Marseille wat achter Mika Gods aan zit. Maar Mika Gods gaan we niet verkopen of verhuren. Dit gaan we afwijzen. Feyenoord wil Linsson. Nou, dat gaan we ook niet doen. Rijkhoff, die kan naar Mallorca. Dit is gewoon een transferaanbod. Maar ik wil Rijkhoff behouden als derde spits. Dus dat gaan we ook afwijzen. En dan hebben we hier Tahirovic. Daar staan we natuurlijk wel voor open om te verkopen. Club Brugge is de club met interesse. Ze bieden 4,1. Ik ga het gewoon even delegeren. We zeggen 6,5.
en niet voor minder dan 5 verkopen. We hebben een ruilaanbod nu op Chuba Akpom. Villarreal biedt Ilias aan. Maar ja, daar hebben we niks aan. Rechtsbuiten erbij hebben we niet nodig. Hebben we dus afgewezen. Nou werd ik even enthousiast door een bod op Wijndal. Het was Brentford wat aankwam zetten. Maar het is een ruildeal. En ze bieden een 34-jarige verdediger. Daar heb ik niks aan. Die is Jans even bod van Sassuolo. Ik ga dit delegeren. Want ik heb hem te leen gezet. En ik wil hem best uitlenen voor een jaartje. Nou, het wordt tijd dat wij ook onze eerste speler gaan contracteren. We hebben nog niks verkocht. Dus we kunnen nog geen daadwerkelijk geld uitgeven aan een transfer. Maar vrije spelers kosten niks. Of ja, kosten wel tekengeld, maar dat zie ik toch anders. Het is een beetje hoe Ajax in het echt handelt. Ze kijken naar buitenkantjes. We hadden natuurlijk Rabiot in de eerste aflevering gezien. Maar die zit echt naar Marseille. Wou ik dus toch niet doen. En nu kom ik uit bij Erik Sanchez. Hij is nou een centrum middenvelder. Kan ook een verdedigend middenveld. Maar ik ga hem denk ik omtrainen naar Cam. Hij heeft een redelijk schot, een goede paas. Hij heeft over het algemeen is in alle stats beter als Carlos Rodriguez, die hier een cam is. Alleen Carlos Rodriguez is ietsje sneller. Maar wat dat betreft zou hij qua stats ook prima op die positie uit de voeten moeten kunnen. Hij is al 21 miljoen waard, 24 jaartjes jong, dus hij kan nog wel een beetje groeien. Dus dit is ook gewoon puur voor de winst deels. We kunnen hem gebruiken, want we gaan Linson verhuren. Dat is een beetje het plan. Dus dan is Sanchez een prima oplossing. Dus laten we dit gewoon doen. Nou, daar gaan we. Hij wil een cruciale rol. Een cruciale wisselspeler is ook cruciaal. We hebben hem voor 5 jaar op contract. We negeren de afkoopclausule. Nou, nu wordt het spannend. We gaan gewoon voor het aanbevolen salaris. 29k. En we doen een 500.000... aan tekenbonus. Dat lijkt me een prima dealtje dan voor hem. En dat is een redelijk aanbod. Nou, dat kost ons bijna geen geld. Prima deal. Hier gaan we hoe dan ook winst op maken. Nou, hij is binnen hoor, Sanchez. En wat we natuurlijk gaan doen is dus meteen het ontwikkelingsplan. En we gaan hem omtrainen naar een aanvallend middenveld. Dat gaat 27 weken duren. Dat is dus wel even. Dat kost wel even tijd. Het is geen 2 weekjes zoals je wel ziet. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik was iets te gortig in mijn onderhandeling met Brugge. De transfer om Tahir of iets is stuk gelopen. Maar we hebben een nieuw bod binnen op een andere speler weliswaar. Het is Avila. Inter Miami heeft interesse. Biedt 3,7 miljoen. Ik zou 4 miljoen kunnen krijgen. Weet je wat? We gaan maar gewoon akkoord. Het mag. En er is hier een leenaanbod op Dies Jansen. Die gaan we ook accepteren. En dan meldt Besiktas zich nu voor Wijndal. Wil ook ruilen. Onana bieden ze in de deal. Ja, ik wil gewoon geld zien. Ik wil zelf kunnen investeren. Ik wil gewoon geld en anders wijs ik het af. Sassuolo wil nou ook gewoon voor een normale huur gaan voor Dies Jansen. Dus dit accepteren we wel. En Avila is verkocht. 3,7 miljoen mogen we nu investeren. Moeten we wel even blijven onthouden. 3,7 miljoen is nog wel te doen. En we hebben hier nu een vriendschappelijk toernooi. En dit prijzengeld mogen we ook investeren. Dus stel, we winnen 4 miljoen bovenop die 3,7 miljoen. Dan hebben we in totaal 7 miljoen om te investeren. Daarom gaan we ook gewoon voor het meeste geld. We willen het meeste kunnen verdienen. We kunnen het goed gebruiken. Nieuw bod op Tahirovic. En dit team biedt wel in de buurt van wat we zouden kunnen krijgen. Die 4,8. Ze bieden 4,5. Nou, weet je wat? We gaan het accepteren. Dan een huuraanbod op Linson. Dit gaan we delegeren. We willen de koopoptie weg hebben. En Tahirovic valt opeens in de smaak. Want er is een nieuw bod. Ditmaal is het van Celtic. Maar ze bieden minder als wat we geaccepteerd hebben. Dus dit gaan we afwijzen. En Dies Jansen is op huurbasis vertrokken uit Amsterdam. Succes Dies. Hopelijk ontwikkel je tot een goede vaste kracht. En nou hebben we eindelijk een serieus bod op Wijndal. Ik ga dit wel delegeren. Ik ga 6 miljoen vragen. En ik wil hem niet verkopen voor minder als 5, denk ik. Dus we zijn aan het delegeren. We vragen 6 miljoen. En dit veranderen we naar 5 miljoen. Hier accepteren we een huurbod van Monaco op Linson. Oh, en nou wordt het interessant. Een bod binnen op Akpom. We zouden 11,3 kunnen krijgen. Het bod is nu 9. Weet je wat? Ik ga dit veranderen naar 11,5. Of ja, we doen 12. En voor niet minder als 10. Hopelijk gaat het lukken. Dat is wel een mooie boost. Of moet het wel goed neerzetten. Verkoop de speler niet minder als 10. En start de bieding op 12. Hartstikke idee. Het is gelukt. Tahirovic gaat er vandoor. 4,5 miljoen. Als je dat op die 3,7 miljoen optelt, kom je op pak een beet 8,2 miljoen uit. Nou, dat is al een prima startbudgetje. Het is nog niet heel veel, maar we zijn bezig.
En meer Premier League teams melden zich voor Akpom. Chelsea komt nu ook binnenwandelen, bieden 9,4. Naar Chelsea kunnen we misschien wel wat meer vragen. 13 miljoen en ook niet minder als 10. Leenson vertrekt op huurbasis naar Monaco. Eens kijken of hij kan gaan ballen in League 1. En dan hebben we nou een bod op Rasmussen. Die ga ik gewoon accepteren. Ze bieden daar meer als wat een redelijk bod zou kunnen zijn, staat er. Dus, huppa, in één keer accepteren. En er is een akkoord met Chelsea. Chuba Akpom, 10,7 miljoen. Nou, weet je, dat gaan we ook accepteren. En dan is het eindelijk wedstrijddag. Er staat een vriendschappelijke pot op het programma tegen Lens. Die gaan we spelen. Voordat we dat doen, slaan we wel een aanbieding op Kaplan af. Die staat niet per se op de planning om nu te verkopen. Dus het wordt tijd om de opstelling klaar te zetten voor die eerste wedstrijd. En we gaan Hatem en Baas even wisselen. Ik ben Baas aan het trainen naar centrumverdediger, maar dat gaat nog wel even duren. Vervolgens zetten we wel even Rugani erin. Dit had ik misschien nog even allemaal moeten aanpassen voor de tijd, maar goed. Doen we gewoon even nu. En we nemen Sanchez mee in plaats van Akpom. Want hij is voor de cam gehaald. Dus daar gaan we hem dan ook als backup voor gebruiken. Dit is het team. Dit is de opstelling voor de eerste wedstrijd van FC 25 die we gaan spelen. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Laten we naar de aftrap gaan. Here we go. We staan klaar en we hebben de aftrap genomen. Rijns komt mee op de vleugel. We zien dat Brobby, die is redelijk open, ontvangt. Oeh, komt niet tot een schot. Oké, tegenstander met een flinke sprint hier. Wat gebeurt hier? Hij kan hem misschien afleggen. Nee, maar het is Pasveer met de redding. Corner voor de tegenpartij. Gaan ze kort nemen misschien? Nee, toch niet. Oh! Werkt het even weg. Tik hem weg, whatever. Hier is Rens. Die geeft hem mee aan Gods. Die is even naar de andere vleugel gekomen. Oh! Mis daar Brobby Taylor. Kan niet tot een schot komen. Vrije trap hier vanaf ongeveer de middenlijn voor de tegenpartij. Gaat richting onze 16 koppen terug. Ah, wij moeten op zulke momenten echt wat meer die bal veroveren. Drilt er weer eens wat helemaal doorheen. Zo, zet iemand even goed zijn lichaam in. Oeh, Lens speelt ons helemaal zoek. Schot van afstandje, maar gaat naast. Ik wil naar Berghuis, dat gaat hem absoluut niet bereiken. Misschien had ik toch voor Brobby moeten gaan. Dat is een goede verovering. Berghuis hier. Berghuis heeft ruimte met zijn linker. Naast. Dat is goed onderschept. Brobby gaat. Nou, misschien nu dan. Brobby. Nu 1-1. En hij tikt hem binnen. Eindelijk een goal. Eerste goal in de Ajax career mode is natuurlijk Brian Brobby. Wie anders? Kan toch niet anders? Brobby's doet het voor ons. De nummer 9. Wout zit nog even op de bank. En ja, Brobby begint dan prima hier. Eerste doelpuntje. Het is vriendschappelijk. Maar goed, het is wel even lekker meegenomen. Zo, meteen Lens in een counter. Dribbelt langs mijn verdediging alsof er niks staat. Besluit niks mee te doen. Nu is hij er wel langs. Oh, Pasveer. Lekker hoor. Rust. We gaan de rust in met een 1-0 voorsprong. Op zich wel een spannende pot. Twee wissels gaan er komen. Aan mijn kant Traoré gaat erop komen voor Berghuis. En Sanchez komt erop voor Taylor. Brobby geeft hem mee aan Sanchez die hier even naar binnen komt draven. Terug naar Brobby. Heeft ruimte, dacht ik. Wordt alsnog wel geblokt. Hier is Gods. Oh, die gaat neer. Dat is een overtreding. Dit is toch wel een rode kaart, zou je zeggen. Dat zegt Sierde ook. Ik ben het er gewoon mee eens. Stuur hem eraf. Ja hoor, een rood kaartje. En nou had ik gehoopt op een pingel. We krijgen een vrije trap. Henderson staat hier klaar. Ik ga het gewoon proberen. Ik ben rampzalig in vrije trappen. Maar we gaan het gewoon doen. En dat dit wel weer te zacht is of zo. Ja, in de muur. Hier komt Lens nu wel even met een aanval. Schot wordt geblokt. Hoekschop nu voor de tegenpartij. Slingeren ze de 16 in. Wordt gekopt en dat is naast. Nou, we zijn weer een beetje aan het dreigen. Dit is een goed balletje van Traoré. En het is Gods met een goal. Het jonge talent schiet ons verder op voorsprong. De tweede van de wedstrijd ligt in het netje. En het is niemand minder dan onze nummer 11, Mika Gods, die het doet. En ja, prima. Ik wou hem er eerst bijna uithalen, nog niet gedaan. En dan haal ik hem er ook niet uit. Hij mag blijven staan. Brobby gaat er zo wel af. Ik wil Weghorst wat minuutjes gunnen. Maar Gods, het
tikt hem hier goed in het doel. 2-0. Daar gaat hij. Brobbie gaat eraf voor Weghorst. En Fitz Jim komt erop voor Van de Bomen. Nou, balletje naar Weghorst. Eerste kans. Eerste goal ook voor Wout. 3-0. We hadden moeite in de eerste helft. Maar de tweede helft hebben we het spel of de wedstrijd echt naar ons toe getrokken. Overwinning in de pocket. En Wout viert het met het publiek. Kijk hem staan. Heldenontvangst voor hem. Als hij dit ook in het echt kan gaan doen, ben ik een blij mens. Doet het hier voor ons nu. En zet de stand op 3-0. Prima goal. Wout Weghorst. Weghorst, oude drukzetter, verovert zelfs voor ons de bal. Geeft hem eroverheen naar Traoré. Oh, kan hij dit doen? Oh, hij schiet hem goed binnen ook. Zou hij dan wel niveau omhoog kunnen? Het gaat nu wel heel hard. 4-0. En wat een poeier. Wat een schot. Kijk eens, even mooi meegenomen. En dan, appa. Lekker hoor. 4-0. Ik doe toch nog een laatste wisseltje. Mika Gods gaat eraf. En Van Axeldongen krijgt een kansje om te spelen. Woutje Weghorst. Zoekt Traoré weer op. Traoré. Moet hij hem nu voorzetten. Doet dat ook. Oh, niet slecht daar. Nou, hier komt Lens dan toch nog misschien met een kansje. Ze wacht alleen zo lang met schieten. Ze verprutsen het zelf. En dan kunnen we hier uitverdedigen. Misschien nog één laatste counter. Nu naar die vleugel. Van Axeldongen is hier. Wout Weghorst komt mee. We willen voorzetten, maar dat wordt tegengehouden. Dan kan de scheids nu gaan affluiten, lijkt mij. Hier kan toch niks meer uit worden gehaald. Dat doet hij ook. En zo winnen we deze eerste pot prima. Een goede wedstrijd en een goede 4-0 overwinning. Hier kan ik dik tevreden mee zijn. Zo start je graag. Na die overwinning zien we dat we hier een bod hebben ontvangen van Porto op Wijnal. Dat is 5,7 miljoen, dat is er uitgekomen. En dit gaan we dus accepteren. En er komt waarschijnlijk ook nog 10,7 miljoen aan op een transfer van Ekpom. Terwijl we 8,2 miljoen op het moment binnen hebben gehakt. Als jullie iets weten voor die 8,2 miljoen of eventueel voor meer, want er komt dus meer geld aan. Je kan toch wel stellen dat we over de 20 miljoen gaan in de volgende aflevering. Als je iets weet voor dat geld, laat je transfertips achter in de beschrijving voor deze career mode. En ik zal altijd naar jullie suggesties kijken. Voor nu hoop ik dat ik jullie vermaakt heb met deze video. Als dat zo is, druk dan op dat duimpje omhoog, die like knop. Ik zou de support zeer waarderen als je hier nieuw bent. Abonneer gerust, is geheel gratis. En als je op het belletje klikt, dan zet je notificaties aan. Mis je geen enkele activiteit op dit kanaal. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie snel met meer Ajax carrière. Ik heb er zin in. Tot de volgende. Ciao.